Mirte, als je dit debat van vannacht vergelijkt met die andere twee debatten, is er iets opgevallen bij je? Ja, ik vond het boeiendste debat van alle drie. En dat had alles te maken met een man die het debat leidde, een journalist van Fox News. En who would have thought, Wallace, dat net een Fox-journalist het zo goed zou gaan doen. Het was inhoudelijk, vond ik, het boeiendste debat van alle drie. En even waarom net een Fox-journalist? Omdat Fox over het algemeen zo heel uitgesproken en totaal niet op de kiezen. Ja, daar zou je... Nee, en wat ik heel mooi vond, was dat hij heel gedoseerd kritisch was. Dus ze werden allebei... kregen ze het soms lastig. Ik vond hem heel gecontroleerd. Ik vond dat hij goed op de interruptie stuurde. Ik vond het echt een mooi debat om te zien. En ik vond trouwens ook dat Clinton... op een paar momenten waanzinnig uit de hoek kwam. Echt goed voorbereid met... volgens mij gaan we daar ook even wat zien over abortus. Ja, zullen we dat eerst maar doen? Ja, even het abortusstukje. Ja. Laten we even kijken. If you go with what Hillary is saying in the ninth month... you can take the baby and rip the baby out of the womb of the mother... just prior to the birth of the baby. Now, you can say that that's okay... And Hillary can say that that's okay, but it's not okay with me. Because based on what she's saying and based on where she's going and where she's been, you can take the baby and rip the baby out of the womb in the ninth month on the final day. And that's not acceptable. Well, that is not what happens in these cases. And using that kind of scare rhetoric is just terribly unfortunate. Nick gaat helemaal kapot hier. Ja, serieus. Hoe zo'n analogie gebruiken in zo'n debat? Ja, ze praat nog door, maar we houden maar... Het gaat aardig ver. Ik vind het wel grappig. Ja, maar je volgt het toch? Heel erg. Jij dit? Nee. Jawel, Nick. Nee. Of niet? Ik hoor heel veel van mijn vrienden in Amerika erover. Maar die zien het allemaal een beetje als... Ja, het is niet zo alsof ze er invloed op hebben. Nee, maar ze kijken met gepaste afstand of kijken ze betrokken? Of zijn ze voor of tegen een van de kandidaten? De mensen die jij spreekt in jouw scene? Het interesseert ze niet zoveel. Nee, hè? Ze zijn meer van mening dat, maakt niet uit wie er ook wint, zeg maar, dat hun zichzelf toch moeten aanpassen om er wel wat uit te halen. Maar dit is wel wat veel mensen hebben. Ondanks het feit dat Trump dit soort dingen zegt... ondanks het feit dat Hillary misschien goed reageert... dat men toch ook wel voor een deel denkt, ja, wat maakt het uit? Ja, er is blijkbaar een vrij grote groep... het wordt gedefinieerd als een vrij grote groep... met name witte mannen, boze witte mannen. Ik denk dat die groep in zichzelf te klein gaat blijken. Michiel zei het net, in alle peilingen, ook in de swing states... zit Trump gewoon op de glijbaan naar beneden. Dus ik ben er eigenlijk van overtuigd dat we inmiddels dus weten... wie de nieuwe president van Amerika gaat zijn. En het is waar, hij heeft ongeveer 40% steady achter zich staan. Maar dat is dus, hij heeft de vrouwenstem nodig. Of de zwarte stem, of de Latino stem, of de Mexican voice. Hij heeft, daar hadden we het de vorige keer aan deze tafel ook... echt iedereen, behalve die boze man, pissig gemaakt. Dus ik zie het voor hem ook niet meer goed komen. Nee.